Als je iets tegen je ex moest zeggen, wat zou het zijn? Hoi, ik ben Romy en welkom bij KeukenTV. Ik ben vandaag weer in de studio en deze week is deze DJ mijn gast. Hey, mijn naam is Jascha Rutsch. Ik ben 21 jaar oud. Ik ben geboren in Amsterdam. Ik ben toen ik 6 was begonnen met muziek. Toen ben ik gaan drummen. En mijn guilty pleasure is frietsaus met patat. Het thema van vandaag is de eerste indruk. En aan het begin van het interview vraag ik 3 stellingen aan de DJ. Dat ga ik nu ook doen. Je moet zo snel mogelijk antwoorden. En de eerste stelling is... Nooit meer op een festival draaien of nooit meer zelf naar een festival? Nooit meer zelf naar een festival. Tweede stelling. Nooit meer muziek maken of nooit meer verliefd zijn? Oh, deze is echt lastig. nooit meer muziek. Nooit meer muziek maken. Wispelturig. Oké, ja. En de derde stelling is... Wel of niet zoenen in de kroeg? Nu niet, want ik heb een vriendin. Maar als ik vrijgezel zou zijn, dan zou zoenen in de kroeg gewoon kunnen. Oké, cool. Ja. Dat waren de stellingen. We gaan nu door met het echte interview. En dat gaan we doen aan de hand van een spel. Namelijk, spin de bottle! Er staat hier een bottle op tafel. En die mag je spinnen in het rad met 3 kleuren. Rood, wit en zwart. Rood is heftig, wit experience en zwart tips en tricks. Oké, je mag de bottle spinnen. Oké. De dop is de... Ja, de dop is het. Yes. Oké, we beginnen met... Yes, niet heftig. Yes. Wat is de beste openingszin die je ooit hebt gebruikt? Normaal ben ik niet iemand die de bal heeft op iemand af te stappen. Maar jij bent wel echt heel mooi, dus ik wil echt weten wie jij bent. Dat was echt lief. Maar om hem nog een keer uit te proberen op het publiek, kan je hem nog een keertje in de camera doen. Dan kunnen ze hem ook voelen. Oké. Okay. Hey, ik ben normaal niet iemand die iemand aanspreekt in de club, maar... Jij bent zo mooi en ik wil heel graag weten wie jij bent, dus ik doe het wel. Lief! Lief! Volgens mij is het tijd voor een nieuwe spin the bottle. Ja. Spinnen! Ja. Yes! Heftig, heftig. Helemaal top dit. Nou, ik moet er maar geloven. Ja, 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 ja. Dit is sowieso nu al mijn lievelingsvraag. En niet die van jou. Okay. Maar ik ga het toch stellen. De vraag is... Als je iets tegen je ex moest zeggen, wat zou het zijn? Sorry. Echt? Ja, sorry. Oh, dat is echt heel lief. Ja, sorry. Sorry. Ben je zo nul dan? Nee, niet per se, maar ik heb, ja... Nou, ik heb haar iets geflikt waar ik niet trots op ben. Nee. Ja, dus sorry. Sorry. Ja, dat is wel heel lief. Heftig, heftig, heftig. Experience. Experience. Nog steeds bij zo. Ja, precies. Ja. Oké, experience. Hoe ga jij indruk maken op het We Are The Future Festival? Of hoe maak jij indruk op het podium überhaupt? Ik denk sowieso dat contact met je publiek heel belangrijk is. Dat is sowieso iets wat ik vanaf het begin af aan heb gedaan. Sinds ik merkte dat er mensen voor mij kwamen van een optreden. Ja, ja. En hoe doe je dat dan? Nou, sowieso altijd lachen en de energie geven die ik heb. Want op het moment dat... Ja, het klinkt heel raar, maar... op het moment dat ik geen energie geef of niet dans, dan denken zij ook, waarom zou ik dan dansen als hij ook niet danst? Ze kijken naar jou, moeten hun energie uit jou halen. Exact. Dus dat vind ik heel belangrijk. Daarnaast is appearance ook belangrijk, dus ik kleed me ook heel erg gewoon zoals ik dat wil en wat ik denk wat bij me past. Cool. Dat eigenlijk. En dus, de muziek. De mensen die naar We Are The Future gaan, ga je zien in goede kleding en met veel energie. En met veel muziek. En met veel leuke muziek. Heel veel muziek. Cool. Oké, draai je nummer. Doe ik iets. Wil jij nou ook naar We Are The Future Festival? Klik dan op het linkje in de beschrijving en zet in de reactie wat jij het allerliefste vond dat Jascha vandaag heeft gezegd. En dan vergeet je natuurlijk niet te abonneren, want dan zie je me volgende week terug in deze studio met een nieuwe DJ. Tot dan! Doei!